Hoi iedereen en leuk je weer kijkt naar mijn kanaal Bokero Sims. Ik ben Bo en vandaag ga ik weer eens een Sims 4 challenge doen. En vandaag wordt dat de Gender Swap Challenge. Dit is echt een mega leuke challenge en ik zal eventjes uitleggen wat het precies inhoudt. Ik heb natuurlijk heel veel bestaande Sims zoals bijvoorbeeld Millie, Hannah. En als je de series van mij volgt dan weet je allemaal wie er zijn. En vandaag ga ik het geslacht van mijn bestaande Sims veranderen. Dus Millie wordt een jongen, Hannah die wordt een jongen. Nou, ga zo maar door. En dan gaan we kijken hoe zij eruit zien als ze dus het andere geslacht zijn. En ik ben er eigenlijk wel heel erg benieuwd naar. En heb je nou ook wel zin in deze video? Doe alvast een duimpje omhoog. En ben je nog niet geabonneerd op mijn kanaal? Doe dat dan nu ook, zodat je geen één video mist. En dan ga ik maar beginnen. Oh my god, ik ben echt mega benieuwd. Oké, ik heb hier mijn huishouden waar ik mee speel in mijn Sims 4 serie. En we hebben dan natuurlijk Hannah. We hebben de hond Finn. We hebben de kat Ray. We hebben Madison en dan hebben we natuurlijk Millie. Die kennen jullie natuurlijk allemaal onderhand wel. En Lucas, die ziet er trouwens nog niet helemaal super uit. Want die was net opgegroeid tot tiener in de serie. En ik heb zijn outfit nog niet veranderd. Dus hij ziet er een beetje gek uit met die paarse broek en die cowboy laarzen. Maar goed, ik ga dus vandaag allemaal hun geslacht veranderen. En dat blijft natuurlijk niet voor altijd zo. In de serie zullen ze weer gewoon normaal zijn. Maar dit is gewoon even puur om nu te kijken van hoe dat eruit zou zien. Het lijkt mij wel heel erg grappig om dat te zien. Dus ik ga gewoon meteen beginnen. Het is eigenlijk heel simpel. Ik ga hier dadelijk op klikken. Op mannelijk. En dan wordt Hannah dus een man. En dan gaan wij zien hoe Hannah eruit zou zien als man. Ik ben gewoon heel erg benieuwd. Ik ga er gewoon meteen op klikken. Oké, komt die. 3, 2, 1. Oh my god. Oh my god. Oh, dit is nog leuker dan ik had verwacht. Oh, je ziet er echt Hannah wel in terug in het gezicht. Zien jullie dat? Oh my god. Dus dit is Hannah als man. Nou, ik vind dit oprecht wel heel erg grappig. Het zou echt zo haar zoon kunnen zijn. Ik bedoel, je ziet er echt wel iets van Hannah in terug. Iets in de ogen, in de neus. Ja, ik weet niet, gewoon in het hele gezicht zie je er wel wat in terug. En de haarkleur. Ik vind het echt heel grappig. Oh, wat een leuke challenge. Ik ben nu al blij dat ik dit heb gedaan. Oké, maar dit is dus Hannah als man. Maar wat zou dan haar naam zijn als man? We gaan eventjes kijken. Ik klik gewoon hierop. Christian. Nou, Christian Plant is het dan. Dus dit is Hannah als man. En als man zou ze Christian heten. Nou, ik vind het echt geweldig. Oké, ik ga naar Finn. Ja, die kan ik niet echt van geslacht veranderen. Ja, dat kan wel trouwens. Maar ik denk niet dat er heel veel verandert aan de hond. Nee, er verandert echt helemaal niks. Nou, de naam kan wel veranderen. Lola wordt dat. Lola Jackson. Oh, dat is ook wel een leuke naam. Klinkt leuk in ieder geval. Gaan we even naar Ray. Zou zij veel veranderen als ze een mannelijke kat is? Nee, ook niet echt. Maar wat zou haar naam worden? Vicky. Vicky? Dat is een aparte naam. Nou, ik heb er wel eens van gehoord. Vicky, het klinkt zo boos. Het klinkt als vuur. Ik ga even Vicky steken. Weet je wel? Kennen jullie dat? Die kennen jullie helemaal niet. Maar oké, nu komt er weer iets spannends. Want ik ga Madison nu man maken. Ik heb echt geen idee hoe ik me haar voor me ga zien. Madison, dat is dus de dochter van Hannah. Of nou, die heet nu Christian. Oh my god, het is zo gek om dit te zien. Maar we gaan gewoon even kijken hoe zij eruit zou zien als man. Oké, komt ie. Oh. Oké, ja, de outfit vind ik niet heel mooi of zo. Dat vond ik trouwens bij Hannah ook niet echt. Maar in het gezicht zie ik ook wel weer Madison erin terug. Dat vind ik wel gewoon leuk dat je het in het gezicht nog wel ziet dat het die persoon is. Ja, ze lijkt gewoon op een man. Maar ook nog een beetje vrouwelijk of zo. Maar dat komt misschien omdat, dit is volgens mij een vrouwelijk kapsel met dat knotje zo. Maar ja, het kan ook heel leuk bij een man zijn. Ik bedoel, een man bun. Sommige mannen hebben ook een knotje en het kan heel leuk zijn. Maar ik vind het nu iets vrouwelijks hebben of zo. Maar ook weer niet. Ik vind haar wel, als ze een man zou zijn, zou ik haar heel knap vinden. Of hem. Ja, het is heel gek hoe ik het nu moet zeggen. Ik vind haar als meisje ook knap, maar als jongen zou ze er dus ook echt super knap uitzien. Leuk. Hoe zou ze heten als jongen? Maxime, toch? Ik wou zeggen Maxim, maar dat is klopt. Volgens mij is het Maxime. Oké, ik dacht dat het een vrouwennaam was, Maxime. Maar in principe kan het ook wel voor jongens, nu ik er zo over nadenk. Oké, leuk. Ik ga eerst met Lucas beginnen en dan pas met Millie. Want bij Millie ben ik het meest benieuwd. Dus de spannendste bewaar ik natuurlijk als laatste. Ja, ik heb Lucas nog niet helemaal aangepast qua uiterlijk en zo. Dus ja, maar ik ben wel benieuwd hoe hij eruit ziet als vrouw. Laten we kijken. Oh! Oké. Wow, hij heeft een hele kleine kin. Of zij.
Kijk hoe klein die kin is. Oh, dat ziet er heel gek uit. Het lijkt alsof die een deel van zijn gezicht mist, zeg maar. Oké, maar als we dat even aanpassen... Ja, zo is het al wat normaler. Maar dat mag ik natuurlijk niet aanpassen. Dat is niet de bedoeling. Oké, eerlijk gezegd... ik vind hem of haar denk ik mooier als vrouw dan als man. Tenminste, ik heb hem als man nog niet helemaal van dichtbij bekeken. Dat ga ik nu eventjes doen trouwens. Heeft hij hier... Oh, hij heeft hier ook best wel een kleine kin. Maar wel iets minder als in het als vrouw. Maar eigenlijk, ik zit even te denken, hè. Lucas is de zoon van Millie. Maar ik vind hem totaal niet op Millie lijken. En zijn vader is... hoe heet hij nou? Ik ben even helemaal vergeten hoe zijn vader heet. Was het Dan? Nee, het was niet Dan volgens mij. Nou, in ieder geval, ik vind hem ook niet op zijn vader lijken. En ook niet op Millie. Dus dat is wel gek. Nou, ergens in de ogen of zo zie ik wel iets van Millie terug. Maar voor de rest, ik zie echt niks van Millie. Dit is ook helemaal niet het gezicht van Millie. Nee. Maar oké, Lucas als vrouw, ja, die hadden we net gezien. Dat is dus dit. En hoe zou ze dan heten? Het zou wel leuk zijn als ze nu Luca zou heten. Want dat is een beetje de... Ja, Lucas, Luca, het lijkt wel op elkaar. Maar we gaan kijken. Guusje. Guusje zou ze heten. Oké, Guusje Jackson. Wel aparte namencombinatie, want Guusje is best wel Nederlands. En Jackson is echt heel Engels. Dus oké. Nou, en nu komt het spannendste gedeelte. Tenminste, dat vind ik. Want ik ga nu kijken hoe Millie eruit zou zien als man. En Millie is natuurlijk het personage waar ik gewoon mee begon. Dus vandaar vind ik het spannend. Maar lijkt ze qua gezicht... Nou ja, haar gezicht lijkt helemaal niet op dat van haar zoon, vind ik. Toch? Of wel? Ja, zij heeft ook best wel een kleine kin, maar hij heeft een nog kleinere kin. Ik weet niet, nee, ik zie het niet helemaal. Maar goed, ik ben zo benieuwd hoe zij eruit ziet als man. Ik heb echt geen idee, ik kan me er niks bij voorstellen nog. Ik hoop dat ze, of hij, dat hij net zo mooi wordt als dat Millie is. We gaan het zien. Oké, 3, 2, 1. Oh my god. Ah, dat was echt het laatste wat ik had verwacht. Oh, ze heeft een dikke baard. Oh, en een oorbel. Meerdere oorbellen zelfs. Kijk nou, 1, 2, 3, 4 gaatjes heeft ze of hij. Ja, hoe moet ik het nou zeggen? Maar oh my god, en allemaal sieraden. Oh my god. Het lijkt eerlijk gezegd, het klinkt misschien een beetje lullig, maar het lijkt net een vrouw met een baard. Oh my god, dit is zo gek. En dit is helemaal niet hoe ik het voor ogen had. Ik had eigenlijk niks voor ogen, maar dit al helemaal niet. Ze heeft gewoon een dikke baard gekregen. Dat is echt gewoon het laatste wat ik had verwacht. Even kijken, ik zie nu niet echt iets van Millie. Maar misschien als ik de baard weghaal, dan zie ik het wel een beetje. Oh, nu zie ik het. Ja, nu zie ik wel een beetje Millie erin terug. Ja, het gezicht is wat anders qua vorm. Maar ja, het is ook logisch. Ik heb nu een mannelijker gezicht. Maar ik zie er wel wat in terug van Millie. Oké, maar zat dus eigenlijk de baard erbij. Oh my god, die baard. Maar hoe zou ze heten als man? We gaan kijken. Tobias. Tobias Jackson. Nou, dat vind ik op zich best nog wel een leuke naam. En Tobias zeg je in het Engels als Tobias. Dus Tobias Jackson. Nou, dan is het in... Het klinkt in ieder geval nog wel Engels. Het past bij de achternaam. Maar oh my god. Ik had zo niet verwacht dat Millie er zo... uit zou zien. Dit is echt gewoon de verrassing van de video. Oké, nou, we hebben mijn hele huishouden waar ik mijn Sims 4 serie mee speel veranderd van geslacht. Ik vind het echt, ik vond het echt super leuk om te doen. En ik vind het echt super leuk om te zien hoe ze er dan uit zouden zien als het andere geslacht. En ja, de verrassing van vandaag is denk ik toch wel Millie. Nou ja, nu heet ze dus Tobias. Maar laat me even weten wie jullie echt verrast heeft. Waar je echt niet van had verwacht dat hij er zo uit zou zien. En dan was dit de video voor vandaag. Ik hoop dat jullie het leuk vonden. En willen jullie nou dat ik deze challenge nog een keer doe? Of een andere challenge? Laat het vooral weten. Ik denk dat ik deze challenge zeker nog wel een keer ga doen. Ook bijvoorbeeld met Sim van de Homeless Challenge. Of misschien wel een Sim die ik in een andere video een keer heb gebruikt. Dat lijkt me in ieder geval heel erg leuk. En dan bedank ik jullie weer voor het kijken naar deze video. Als je het leuk vond, doe natuurlijk een duimpje omhoog. En als je nog niet geabonneerd bent op mijn kanaal, doe dat dan natuurlijk ook. En dan zie ik je hopelijk weer bij een nieuwe video. Doeg!